Ik weet dat jullie heel zenuwachtig zijn. Ik ga jullie ook niet langer in spanning houden. Dames en heren, sportvrouw, hoogtepunt van deze avond. Sportvrouw van het jaar 2013, Alphen aan de Rijn, is geworden. Noël van Klaveren. Noël, je hebt al heel veel bereikt. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, er zijn andere aandachtsgebieden in het leven, maar heb je nog ambities en wat is jouw grootste ambitie op dit moment? Ja, op dit moment natuurlijk over 2016 de Olympische Spelen en dit jaar EK en WK. Ja. Dus jij wil ook naar Rio? Ja, dat zeker. Ja. En als ik vragen mag, jouw grootste voorbeeld, wij weten allemaal Nada Comaneci. Die haalde ooit eens tienen op de Olympische Spelen. Wie is jouw grote voorbeeld? Nou, mijn is Alia Mustafina, maar Esmee Paranusa is natuurlijk ook heel goed. Nou, ik had wel gehoopt natuurlijk. Ik heb dit jaar heel goed gepresteerd. En aan de hand van deze prestatie ben ik sportvrouw geworden. Dat is helemaal geweldig. Je hebt heel wat meegemaakt, onder andere je WK-debuut natuurlijk. Wat als je nou terugkijkt, wat was jouw mooiste moment? Ja, dat was toch wel echt het EK turnen waar ik zilver heb gewonnen. Dat was echt de doorbraak van mijn carrière, ja. En nu, wat kunnen we nu van jou gaan verwachten het komende jaar? Komend jaar is nu het EK en het WK, dit jaar. En hopelijk de Olympische Spelen in 2016 in Rio. Nu heb je niet alleen sportvrouw van het jaar gewonnen, de titel, maar je hebt ook nog een sportpenning gewonnen. Is dat volgens jou een extra bekroning op jou, wat je allemaal bereikt hebt dit jaar? Ja, dat zeker. Deze sportpenning, dat had ik ook helemaal niet verwacht. Het is een sport die op Europees of wereldniveau heel goed gepresteerd heb. En ja, dat ben ik. En ja, echt een enorme eer hieraan. Ja. Geniet ervan. Dankjewel.